Ja, ik ben Harry Beggers, geboren in 1935. Dat wil zeggen toen de oorlog uitbrak, dat ik 5 jaar was. En toen hij ophield was ik er 10. Dus het begin van de oorlog, dat staat mij eigenlijk wel wat vage herinneringen, maar daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel van herinneren. Maar hoe verder ik in dat oorlogsverhaal kwam, en dan hier bleef het eigenlijk wel vrij rustig. Er waren onderduikers, in Overloon werden 2 arbeidsdienstkampen opgericht, wat er eigenlijk de bedoeling van was van de bezetter. Ja, ik denk mensen, toch de jeugd, op te leiden in wat was eigenlijk toch een beetje een militair gedoe. Maar ze moesten eigenlijk gewoon hand- en spandiensten verrichten. En die jongens die kwamen bij ons wel eens wat eten, want die kregen daar nauwelijks genoeg. En dan mijn moeder, ja, die bakte een pan aardappelen en een eitje erop en dan hadden die een feestmaal. Dat was, ja, ik meen op een zondag in het weekend en zo, en dan kwamen die wel eens. Dan verschillende. En die kwamen uit diverse streken in het land. Bij ons kwam er één uit Rotterdam en één uit Hengelo of Oldenzaal. En dan één uit Tilburg. Er waren 3 van, ja, jongens die van de militaire dienst moesten eigenlijk. En toen bij de arbeidsdienst. Wachteling, waar gingen jullie naartoe in die Engelse vrachtwagen? Wij zijn vertrokken vanaf de parkeertrein, of ja, de trein bij Sint-Anna. Ja? Wij moesten een stuk lopen door Venray, want daar konden ze met vrachtwagens niet door. Of het was niet genoeg ruimte, dat weet ik niet. En van daaruit naar Deurne. Stond er wel nog echt een huis dat overeind stond? Dat zie je daar. Helemaal achter in de hoek, dat huis, dat staat tegenover de Haarlemmermeerlaan. Villingsweegse weg. Dat wordt nog de Vriezerwiel. Dat staat er nog en anders staat er denk ik niks meer. En later in die oorlog, ja, het werd wel steeds spannender, maar ja, we dachten dat alles zo'n beetje zou verlopen. Want toen de markt het gerde, dat hebben we net nog kunnen herdenken, ja, daar hebben wij gezien dat die vliegtuigen overkwamen, of ja, die kwamen dan richting westelijke richting, vlogen veel lager als dat ze met bombardement vluchten, dus was iets aan de hand. Maar ja, informatie verder hadden we niet en s'avonds kwam mijn oom thuis van een wekelijks kaartavondje en zei, er zijn diverse troepen geland, of soldaten geland in Arnhem en in de graven en bij Zon. Daar hadden ze wel van, ik denk van die illegale zenders vernomen. En dan Arnhem, ja, dat was voor de doentijd voor ons ver weg. Maar Graven had enig begrip en in die week erop gingen diverse jeugd van hieraf, die gingen naar Graven kijken. Want ze hadden de bevrijders, ze dachten, ja, we moeten gaan kijken, want die zien we niet meer terug. Hè? Want de oorlog is voorbij. Maar ja, het liep heel anders. Want in de week erop kwamen de schoofsfront richting de Peelrand, dus waar wij nu zitten. Ik zit nog steeds op dezelfde plek als waar ik lopen geleerd heb. Dus, en toen kwamen de Duitsers hier en die gingen zich ingraven. En het was allemaal soldaten. Op de boerderij en in de schuur en in de stal. En in de beste kamers zaten de mensen met de platte petten, fanatiekers. En de Weermachtsoldaten die zaten nergens in de grond. En toen was het woensdag, 7 september, toen werd de opdracht gegeven om te vertrekken. Want we kwamen in een gevaarlijke situatie terecht en misschien achteraf gezien. Ook een humane maatregel, want als wij hadden blijven zitten in Overloon zoals het er later uitzag, ja, dan weet ik niet wat er gebeurd was. De bovenmiddelsvizier op de Maas bij Venlo. We kunnen penetrate Germany by crossing the Maas in Venlo. Duitsland verstärkt den Brückenkopf van Venlo. Der Führer befiehlt der Zivilbevölkerung, den Kampfplatz für den historischen Zentrum als Kommandantenlage wieder in den Boden zu drängen. Evacuate. There are no civilians left behind in Helvel. Ik kwam in een boerderij in Mazeers terecht. Later meer in de schuilkelders in de boerderij. En er staat nog een gedenkteken, is een soort kapelletje waar we 14 dagen, ja, bijna 3 weken vertoefd hebben. Toen kwamen we daar in het frontgebied terecht. Toen kwamen we
Ja, dus in niemands land terecht. We zaten niks anders op als ingraven en afwachten. Want morgen komen de Tommies, maar die kwamen niet. Daar is het nou nog niet. En toen hebben we daar 12, 14 dagen doorgebracht. En toen moesten we daar vertrekken richting Meerlo. Ik zeg verder in het verhaal, toen we in Meerlo aankwamen, toen zaten we letterlijk en figuurlijk weer onder de pannen. We kregen een locatie waar pannen op lagen. Alleen, hoe lang bleven jullie daar dan? Hoe lang zaten jullie? We zijn 27 september in Overloon moeten evacueren. We zijn half oktober, dan zeg ik 15 oktober. Het kan 16, het kan maar 14 zijn, maar dan zit ik er geen 2 dagen langs. Dan zijn we in aan de hei in Mazeers weggemoeten. Toen verschoven het front op naar de spoorlijn tussen Holtheers en Overloon, zeg maar zeggen. Toen zaten we in de vuurlinie. En toen zijn we via Mazeers in het niemandsland terechtgekomen. Dat kwam ook door de gezocht de veiligste route. En toen dachten we, ja, morgen zijn die Engelsen hier, want die zijn in Overloon, die komen nog hier, maar die kwamen niet. En daarna waren ze nog niet. En dan 10 dagen waren ze nog niet. Met het gevolg dat we er weg moesten. En toen kwam Meerlo, Wansum, via Kastraai zijn we in Venraai terechtgekomen. Dan kwamen we weer in diezelfde locatie als we die al gespeeld hebben. Maar daar hebben we maar een paar uur gezeten. En toen werden we met vrachtwagens, Engelse wagens, legerwagens naar Heerzen gebracht. Ik zeg wel eens, en ik schrijf ook in een of ander verhaaltje, we kwamen letterlijk en figuurlijk weer onder de pannen terecht. Want we kregen van een kleermaker zijn werkplaats en dan was een soort bakhuis. En had twee pandig was. We gaan naar voren een woonvertrek en achter konden we slapen. Moesten wel met 10 man inpassen. Natuurlijk, de kleine die moest aan het voeteneind liggen. Maar het paste allemaal. En daar hebben we 3 weken doorgebracht. En daar zaten pannen op. Dus we kwamen letterlijk en figuurlijk onder de pannen. En van daaruit zijn we weer kunnen we wilden toch weer naar Overloon terug. Geen idee dat Overloon eigenlijk niet meer bestond. Maar ja, toen kwamen we in Venraai en toen hielden we ons de evacuatieverhaal op. Daar werden we op legerwagens gezet en dat ging richting de Meierij. En toen zijn we nog tot Heerzen gekomen. En daar hebben we een week of 3 gezeten. En toen hebben ze ons opgehaald. Een neef van mij die had dan een vrachtwagen. En wij hebben een open vrachtwagen in begin december richting de Rips. En toen hebben we onderdak gevonden bij een oom van mij, dat was een broer van mijn vader. En later zijn we nog naar Rijkenvoort getrokken. Van daaruit gingen we in Overloon. Bij ons stond nog een kippenhok. En dan moet je je voorstellen, was een hok van een afmeting van 4x6. Dus stel je niet veel voor. Maar ja, alles was beter als buiten zitten. En daar hebben we het eerste jaar weer in gewoond. En dat was zo'n beetje. Ja, wat we terugvonden was 1 grote puinhoop. En we konden opruimen. Mijn vader had ook een ongeluk, dus die stond er als het ware met een stok met een been in het gips bij te kijken. En al wat er enigszins bruikbaar was onder de puin uitkwam, dat was een soeplepel, die werd terechtgetimmerd en die werd gebruikt, want je had geen andere. Roestige spijkers werden rechtgeslagen, die werden ook weer gebruikt. En zodoende is alles weer zo'n beetje opgestart. Dus ja, dat was in het kort het verhaal. Toen hadden we een eind gelopen en er zijn maar een draagwijde van, dus van Gijsteren uit kon het Overloon echt niet bereiken. Dus zo kort zaten we eigenlijk bij de frontlijn. We zaten ertussen, we zaten helemaal in niemandsland. Er was een boomgaard met appels en ineens begon dat ding te loeien en af te vuren. Dus, maar toen was de zaak met die vrachtwagens, toen zijn we er op zoek geraakt. Toen was het natuurlijk zaak dat ieder op zich lette dat hij natuurlijk niet in het luchtledig terecht kwam. Thank you.